Langzaam welkom terug in een nieuwe video en welkom in 2017. Dit wordt niet mijn eerste video van 2017. Dit wordt de tweede video van 2017, dus het is niet zo heel speciaal. Maar welkom terug, ik hoop dat jullie een fijne jaarwisseling hebben gehad. En zoals jullie zien, we zijn terug in Assassin's Creed en terug in Londen. En hier is het gebouw van Stark. Ik weet even zijn volledige naam niet meer. Maar goed, we staan op de trein, op onze trein. Train Hideout van de Assassins. We zitten in sequence 4. Ik heb per ongeluk... Ik zakte het spel op en toen kreeg ik een cutscene van sequence 4. Heb ik niet kunnen opnemen. Dus we hebben een klein beetje gemist. En ik hoop dat deze video een beetje qua FPS goed gaat komen. Want ik heb een nieuwe monitor. Die video die komt later nog online. Ik denk volgende week. Want het is best veel werk om te monteren. Maar ja, ik heb dus een nieuwe monitor. 1080p ten opzichte van 1680 bij 1050 van mijn vorige monitor. Dus ik krijg wat slechtere FPS tijdens het opnemen. Dit is de eerste keer dat ik het opneem. Assassin's Creed. Dus, en tot zover lijkt het goed te gaan. Maar misschien zijn er tussendoor dus tijdens het spelen wel wat frame drops. Gaan we elkaar niet al te druk over maken. We gaan nu gewoon spelen. Ik ga even kijken waar ik heen moet. Hier. Lambeth. Daar kom ik dus niet, want we zijn nu hier. Ik denk dat we nu hier gewoon verder naar het noorden toe gaan rijden. Ja, we hebben dus een paar missies. Charles Dickens Memories, waar daar is een level hoger voor gesuggereerd. Cable News. Deze twee zijn allebei van Sequence 4 gewoon. Wat is dit? Oké, daar is gewoon iemand. Dus ik ga naar deze missie toe. Jacob investigates a new drug that is ravaging London to uncover its creator. Oké. Dus is een drugsgebruik. De Big Ben. De grote Ben. Nee, de Big Ben. Ah, het is Stark. Your syrup is liquefying him. He's turning a simple headache. You are scaring away my customers. Why don't you bugger off, or I'll give you something to remember me by. You can't talk to me like that, you little gutterling. What's all this then? Ah, sod off. Wat een sukkel, trekt hier een mes. If you'll excuse me, madam. We gaan er achteraan. Wat is dit nou weer? What the hell do you want? Het is ondergronds. Laat ik maar even zo gaan. Hij rijdt echt niet snel. Emmes! Hij sprong wel heel erg verder voren. Jacob Fry. Tell me where the syrup originates. All I know is they make a run each day between the gasometers of the asylum. Oké. Mag ik hem vermoorden? Nee, dus. Jammer. Sorry, meneer. Maar ik heb de koets nodig. Dit zijn heel wat mensen. Let's find out where that syrup is, shall we? En zij willen wel mensen, maar ik heb ook mensen. Oh. Ik moet iets van hem stelen. Oh god. Gelukkig had ik een medicijn. De medicijn raakt een beetje op, zolang ik helemaal versla. Oh, ik moet gewoon informatie van hem stelen. Ik zie nu linksbovenin eindelijk staan wat ik eigenlijk moet doen. Dat vergeet ik nog wel eens naar te kijken. Nou, we zijn er. Even kijken wat ik nu eigenlijk moet gaan doen. Daar in elk geval.
Ik ga maar sneaken. Oh, okay, tutorial for kidnapping. When undetected behind an enemy, press B. Knopje B op de controller to kidnap them. Move slowly near enemies to shrink your detection radius. Moving fast will make it easier for enemies to detect you. Press B to shove a kidnapped captive into an enclosed carriage. Okay. Daar is hij. In elk geval. Het lijkt me dat de persoon die goud is, degene is die ik moet hebben. Ja. Ja, ik moet hem dus ontvoeren. Hup, meneer, ga aan de kant. Nee. Oh. Oké, nee, dit gaat niet goed. Alleen ben ik ze nu gewoon kwijt. Dus dan kan ik hem niet tackelen. Where is the syrup, mate? Speak now or forever hold your the distillery. It's the large building beside the brewery. Oké. Now, to stop soothing syrup production once and for all. Unnatural selection. Jacob continues his search for the creator of Starix soothing syrup by tracing it to its distillery. Ja, laten we het weer goed. Ah, weer dezelfde Big Ben. Timelapse vind ik toch een beetje zwak hoor. Mag ik wel gewoon naar binnen kijken. Wie is dit? Someone's targeting our network. The distillery might be next. Yep. It sure is. This will complicate things. Zijn nu tenminste allemaal dood. Dus dan kan ik nu de deur gaan openmaken. You should not go about frightening respectable gentlemen, young man. Okay. I didn't realize snooping around was considered gentlemanly. Sir, I assure you, keep vigilant. Quick, inside. Wie is deze man? It's too close a call. Quite a fright. I thought you were one of them, but I realize now why you're here. Same reason I am, I imagine. I imagine? You should see this. Nou ja, hij is hier waarschijnlijk om het te halen. I've seen bigger. Zeker weten? Een behoorlijk groot destilleerapparaat. De Turus Stramonium, of Devil's Snare as it is commonly called. It goes into the syrup. Opium, ja. Opium, no less. Revolting. Absolutely sickening. Ja, ik zag wel dat het drugs is. Leuke syrup.
favorable way to proceed, wouldn't you agree? Hij draait de deur dicht. Oh, dat is heel wat gas dat vrijkomt. Find a way out of here, quickly. What about the other valves? Take a wild guess. Kom dan, hè? Denk dat je me aan kunt. Ik draai nu de andere kant op als dat die man deed. Details, Ubisoft. Ja, jullie hadden het waarschijnlijk al gemerkt, maar ik ben niet de meest sneaky persoon als het om Assassin's Creed gaat. Ik moet eigenlijk wel wat sneakier worden. Dat zal vaak helpen. Maar toch gebeurt dat niet. Nee, gebeurt genoeg. Ik bedoel, ik raak altijd in gevechten. Daar niet van. Maar ja. Soms moet je toch wat sneakier zijn dan dat ik ben. In Assassin's Creed. Zo doe je dat dus. Kom dan. Ja, dit is weer zo'n voorbeeld van wat ik bedoel. Waarschijnlijk als ik heel sneaky had gedaan, dan was ik al klaar geweest met deze missie. Maar nee. Vermoord ze liever allemaal. Nou ja, ik dacht sneaky te zijn. Door achter die persoon te sneaken en dat te vermoorden. Alleen, ja, er kwamen 4 anderen naar binnen. Dat is niet altijd even. Ik heb eerst al die dingen moeten saboteren en dan nu doe ik het laatste. Gewoon op deze manier. Oh, het is waarschijnlijk ook weer niet de kortste route die ik neem. Het werkt. Leap of fate. Oh, ja, dat zat behoorlijk in de fik. Well done, dear boy. Well done. Charles Darwin. Aha. To make your acquaintance. Jacob Fry. Pleasure's all mine. While you were busy wreaking havoc, I found this. It indicates that a sample of every batch has been sent to Lambeth Asylum. I wonder if it's visiting hours. Don't be so hasty, Mr. Fry. Many people work at Lambeth. You wouldn't want to attract unwanted attention. What was the fun in that? Hij is gewoon by blowing things sky high. Sometimes a little discretion is in order. Ja, misschien wel handig, hè? It's getting late. I will meet you at the asylum to continue our investigation. Oh god, daar is een van hun. Oh, hij loopt gewoon langs de. Dat is mooi. Ja, kill everyone in the building with gas. Het is niet gelukt, want ik heb ze gewoon sowieso al vermoord.
Maar goed, hey mensen, we hebben nu alweer een behoorlijk lange video gemaakt. Ik ga jullie bedanken voor het kijken van deze video. Vond je het nou leuk? Laat even een like achter. Ben je nog niet subscribed? Subscribe er ook even. Ik zie jullie alweer in de volgende video. Ciao!